Ik wist dus niet wat te verwachten. En het plezante eraan in deze tijden is dat ik dan ook zonder voorbereiding naar hier kwam. Zeker in een campagne moet je heel snelle, heel korte boodschappen kunnen geven om mensen ervan te overtuigen dat dit de oplossingen zijn. En daardoor, onlosmakelijk, de keerzijde van de medaille, verlies je de nuance, verlies je de zoektocht. Er zat geen druk op dit gesprek. Hè. En dus heb je de ruimte om ja, te kiezen voor diepgang en te gaan zoeken naar thema's ja, waar je zelf misschien ook nog niet zo'n scherp gedacht over hebt. Hallo. Hey. Welkom. We zijn vertrokken van haar verhaal gewoon, van waar, met welke stukken ze nu bezig is en waar het dat stuk over gaat en over identiteit en over economische crisis en het verband daartussen. Dus dat is direct nogal maatschappelijk filosofisch, maar natuurlijk zeer relevant. En als je daar, ik weet niet, anderhalf uur, hoe lang hebben we samen gezeten, kunt over praten, is dat een totaal ander gesprek. Goeiedag. Dag. Ah, dag meneer. Dag. Blij u te zien. Ja. Gezond en wel? Ja, zeker, zeker. En hoe gaat het met de wereld? Vooruit. Dus achteruit. Ja, dat is oud nieuws, hè. Het interessante daaraan vind ik is dat ze met stukken werken die al honderden jaren bestaan, sommige daarvan. En die dus geschreven zijn in een totaal andere wereld, in een totaal andere maatschappij. Maar dat je onderliggende processen van wat daar gebeurt, van wanhoop als het plots economisch slechter gaat en hoe dat er daar dan verhevigde concurrentie komt en zo, hoe dat soort dynamieken eigenlijk nu in deze wereld en in deze samenleving ja, op dezelfde manier zich terugkomen te uiten. En in die zin liggen zij ergens bloot van de manier waarop we samenleven en de fouten die we maken. We zijn daar niet alleen mee, we zijn daar niet de eerste mee. Maar misschien is het dan toch ook wel die kritiek van leren we daar dan niet uit? En kunnen we niet, als er een crisis komt, in het vervolg zeggen, kunnen we met wat meer solidariteit misschien die proberen op een andere manier op te vangen? De kunstenaar die kan de eigen twijfels naar boven brengen, die kan een spiegel voorhouden, terwijl van een politicus wordt ook wel verwacht dat hij oplossingen formuleert en dat hij gaat zoeken van oké, er zijn problemen, maar wat kunnen we daaraan doen? En ik denk, maar ik moet natuurlijk niet voor Sarah spreken, maar ik denk dat de jaloezie op dat punt misschien een beetje wederzijds is, in die zin dat ik misschien ook wel eens jaloers ben om op bepaalde momenten, niet zozeer altijd en overal een duidelijke oplossing naar voren te moeten schuiven, want dat is ook niet altijd even gemakkelijk. En anderzijds, dat zij misschien ook wel het idee had van, alleen een spiegel voorhouden, misschien moeten we toch ook wel op een of andere manier kunnen een stap verder zetten, ook vanuit de kunstenwereld. Maar goed, dat is mijn interpretatie, misschien heeft zij dat niet zo aangevoeld, maar ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen, omdat in deze drukke periode toch even dat venster opengezet hebben om zo een fijn en interessant gesprek te kunnen voeren.